The GT Academy is the world's most exclusive driving experience, created to transform two PlayStation 3 gamers' dreams of competitive racing from virtual to reality. Over the course of 6 weeks, 25,000 gamers from seven territories across Europe raced GT5 Prologue online and posted their fastest lap times in a Nissan 350Z. The fastest gamers from each territory have now been invited to compete in a national final. They'll be racing against one another for three of 22 available positions on the GT Academy in Silverstone. Drivers of the Netherlands, start your engines. Nou, Gran Turismo 5 Prologue is een fantastisch spel. Het wordt steeds realistischer. Het verschil tussen echt rijden en simulatierijden is bijna niks meer. Het is heel erg mooi. Ik vind het bijna zeg maar de realiteit in de games. Let's rock and roll! Ik vind het spel geweldig. Ik heb hem echt 2 maanden terug voor mijn eerste Gran Turismo gespeeld. En daarvoor, mag ik het waarschijnlijk niet noemen, maar had ik een concurrent op een andere console speelde. Mijn tactiek is snel rijden, zonder fouten maken. De 4 halve finalisten. Ongelooflijk, dat had ik nooit verwacht. Het is echt ongelooflijk. Het is een droom die uitkomt. Ik kijk er echt naar uit om naar Silverstone te gaan en daar in een echte auto op een circuit te gaan racen. Ik moest hard verrijden en kijk, het is gelukt. Ik denk dat ik wel bij de beste 2 kan horen, omdat ik zelf veel kart. Vroeger ook veel gedaan. Toen ik over de finish kwam, toen wist ik gewoon zeker dat ik naar Silverstone zou gaan. En ja, dat is een droom die uitkomt, dus dat is geweldig.